it down. Yo, stel dat je bang was die naar mijn kutvideo's loopt te kijken. Ja, het is 2:00 s'nachts en ik heb energy op, dus dan ben ik heel druk. Of tenminste, dat klinkt niet zo. Maar jullie verse bangas, wat slet betekent, vandaar ook de banga-lijst. Die stelletje bitches, die altijd maar lopen te mekkeren over dat de wereld gaat eindigen. Het is nu 22 december en ik zit hier gewoon Minecraft te spelen hoor. Ik denk niet dat ik in de hemel zit. Ik heb het gevoel dat ik gewoon nog, weet je wel, gewoon op aarde zit. Weet je? Dus ik weet niet welke fucking bitches dat hebben voorspeld. Maar ik zou zeggen, piss off. En wie had er nou gelijk, hè? Wie had er nou de gedacht van, ja, dat gaat niet eindigen. En ook miljoenen andere mensen misschien. Ja, inderdaad. Dus die gast van PlayStation Network. En de mensen die hun kinderen hebben vermoord. Zodat ze niet hoefden mee te maken. Jullie zijn allemaal gewoon een stel verse banga's. En ik heb het woord nu heel vaak gebruikt. Jullie zijn gewoon allemaal een stelletje gestolen mensen. Want het is allemaal gewoon gefaked. De wereld is helemaal niet geëindigd. Het kan zijn dat het universum een keer gaat eindigen. Maar gewoon niet lekker niet nu. Dus nu je kinderen hebt vermoord. Nu zit je in de cel. Dus zodat je kinderen hebt vermoord eigenlijk voor gewoon helemaal niks. Dus zoals ik al zei in mijn vorige video. Hier komt even een fragment. En als je nou je kinderen hebt vermoord en de wereld eindigt niet, dan ben je hard en je fucking kont gebatst. Ja, dan ben je inderdaad hard en je kont gebatst, hè? Inderdaad, dus... Pff. Maar nu is eindelijk dat gezeur voorbij van de wereld gaat eindigen. Maar, ja... En, als je tot hier hebt gekeken, zet dan even in de comments... Hou je bek, vieze banga. Sorry hoor. Een brutaal filmpje. Maar ik ben altijd brutaal. Dat is nou eenmaal iemand die ik ben. Tenminste, niet in mijn video's, maar wel in real life. Vooral thuis. Thuis ben ik brutaal. Alleen thuis ben ik brutaal. Ja, ik zit weer niks te doen. Het is knap dat je tot hier hebt gekeken. Want mijn video's zijn kut. Tenminste, jullie vinden ze niet kut. En dat vind ik fijn. Jullie 24 mensjes daar zo. Blijf gewoon lekker geabonneerd. Ik upload heus nog wel eens wat. Ik begin een vlogkanaal. En dat wordt waarschijnlijk niet... Waarschijnlijk ook weer niet zo heel goed. Maar ook weer niet slecht. Dat wordt ook wel leuk. Yeah. Nee, geloof me. Ik heb echt leuke ideeën voor mijn vlogs. En die ga ik graag uitvoeren. Ik heb nog even geen Sony Vegas meer. Denk of zo, begin nieuwjaar gaat een vriend van mij helpen Sony Vegas te cracken. En dan kan ik even met het programma even al die vlogs, die vlog helemaal editen. Tenminste, ik heb er al 3 gemaakt of zo. En dus ja, het schema is eigenlijk zo. Volgend jaar doe ik gewoon mee na oudjaar. Gewoon 2013 ga ik vlogs uploaden. En ik wil even nog wat vertellen over vlogs. Mijn eerste video... Die heb ik verwijderd, omdat ik me daarvoor schaamde. Ja, inderdaad. Had je die gedenkt, hè? Ik bedoel, had je die gedacht, hè? Goed Nederlands, hè? Gedenkt, ja. Nederlands. Had je die gedacht, hè? Maar, ja, ik had toen een vlog geüpload. Dat ging eigenlijk, was eigenlijk meer een review over New Super Mario Bros. Wii. Daarna had ik een speciale Sinterklaas special geüpload. Toen ik, nou ja... Toen wilde ik wat fragmentjes laten zien van mij als Zwarte Piet die door Amersfoort ging lopen. Oftewel mijn dorp waar ik woon. Toen zat ik nog in groep 8. Ik zit nu... Nou ja, ik hoor in het tweede te zitten. Alleen ik ben blijven zitten. Dus ik zit nu ik ben in het eerste blijven zitten. Dat is heel raar. Inderdaad, ik weet het. Maar ik ben in het eerste blijven zitten. Dus ik zit nu dit jaar weer in het eerste. Maar als ik niet blijf zitten, zat ik nu in het tweede. Ja, heb je niet gedacht. Ik weet het. Dus... verse bangers. Ik had dus gewoon ja, een Sinterklaas special gemaakt. Alleen ik had hem al geëdit. Nee, ik had hem niet geëdit. En ik schaamde me een beetje voor. Want ik had ook nog eyeliner op. Nog steeds. Ik ben geen gothic of zo, maar ik had nog eyeliner op voor het Zwarte Piet gedoe. Moest je ook eyeliner dragen. Dus dat had ik nog steeds op. En ik dacht van
Ik schaam me gewoon een beetje. Eigenlijk, het voelt niet goed zo'n vlog maken. Het voelt een beetje, gewoon jezelf voor schut zetten op YouTube. Zo voelt het bij mij gewoon aan, vlogs. Maar, en daarna had ik er nog eentje gemaakt, volgens mij. Alleen, ik weet niet meer waar die over ging, maar het was in ieder geval nog eentje. Toen maakte ik een soort van unboxing met mijn gezicht erin. Unboxing van kaponkballen. Maar dus nu ga ik met betere vlogs beginnen. Ik heb ook vooral andere vloggers gekeken. Nederlandse vloggers en Engelse vloggers. En ik heb nu ook geleerd van mensen. Dus ze worden beter. Ik heb ook heel veel ideeën voor mijn vlogs. Dus abonneer op dit kanaal. Alvast. Gewoon even alvast. En dan komt volgend jaar, oftewel dus begin volgend jaar januari, komt waarschijnlijk de eerste video online. In ieder geval, hopelijk hebben jullie nog verder een leuk leven. Ik vind het echt zielig voor de mensen die zelfmoord hebben gepleegd voor dit. Maar dus, ja, ik check jullie vieze bangas later, bitches. Later.